jaar en ouder. Voor de lastpunten zijn we Luc Schoeman. Voor de Heideclub hebben we Richard Palsma. Voor de lastpunten zijn we piloot Jeroen Lusseveld. Voor de Flying Birds hebben we Joel Baros. Voor de Flying Bikes hebben we Aart van Dam. Voor SV De Vaart hebben we Berjan Mepsen. Voor de Flying Bikes hebben we Bram van der Hubbing. En voor SC Putten hebben we natuurlijk Paul van der Rij. Succes! Ik denk niet dat de vraag is Richard van der Hubbing zetten, maar hoe ga je hem stoppen? Zeg ik van der Hubbing, hij primmelt hem en hij sluit een beetje van de lijn op. Van der Leijen is op 2, van de Hubbing op 1 en daar staat Berjan Mepsen. De man die komt eraan. Berjan is ook op positie nummer 3, maar nog altijd Bram van der Hubbing op 1 en Paul van der Leijen kracht. Dat loopt heel erg goed en dan gaat het snel over thuis van der Leijen komen. Kan van der Leijen nog ergens komen? Van der Hubbing lijkt een beetje stil te ballen en Zim Kegels van der Leijen nog wat te proberen. Toch niet in de handen van der Hubbing op 1, Mepsen op 3 en Paul van der Leijen op 2. Maar de overwinning gaat mee met Bram van der Hubbing.